Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is hij. Parahihaiba. Ja. 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 Ah. Prima. Maar niet prima in de vorm van prima van prima, maar prima. Ja. Ja. Prima. Ja. Prima. Ja. Nou. Wat zit er onder het doosje? Oh, dat is niet prima zeg. Oeh. Wat heeft dat met je opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ja, onder het doosje. Verslikte me bijna. Dat is geen goed begin van de dag. Pizza bitterballen. Het staat hier, godver, mag niet meer zoveel schelden. Het staat hier pot Jandosi, echt. Nieuw van dokter Utker. Pizza bitterballen. Salami, 10 keer. En hebben ze voor de Fransen, hebben ze gezet pizza croquettes. Die Fransen denken dat we echt gek zijn. En die Italianen denken trouwens ook dat we echt gek zijn. Ik weet niet wat ik meemaak. Pizza croquettes margarita. Dit is denk ik het resultaat van een ellenlang en vervelend teamoverleg bij de firma Utke. Zijn ze dronken geworden. Ze zijn stront en stront en stront en stront lazerus geworden. En toen zei er eentje, ik was zo lust, hè. Ik zou wel lekker pizza lust, dus, lekker pizza slaan of zo. En dan was er nog eentje die zei, ik ga zo lust, hè. Ik zou wel lekker een bordje bitterballen lust. Lekker een bordje bitterballen lust. En er was dan eentje bij, die was dan de creatieve link, tenminste dat vond men. En die zei, ook een pizza met de bal ontwikkelen. Dat vond hij dan grappig. Maar die andere twee, die hadden dat dan gehoord, werden de volgende dag wakker met een verschrikkelijke kater. En die hebben het plan uitgewerkt en gepresenteerd. Maar die mensen waren allemaal zo van het padje, dat de directeur zei, ja, doe maar. Weet je, ik wil naar huis, ik voel me niet zo lekker, doe maar. En tot besluit kwamen er dus twee pakjes pizza bitterballen uit. Ja, ik ben een man van avontuur. Ik heb veel avonturen beleefd in mijn leven. Op menig vlak. Liefde, erotiek, reizen, ook culinair. Ik heb rare dingen gegeten. Jan, noem eens de top 3 van de raarste dingen die je hebt gegeten. Een levend scheermesje. Dus dat is het scheermesje wat je op het strand vindt, dus niet op de wasbak. Daar zit dus een soort wormpje zit daarin. Dat ziet eruit als een beetje een moeilijk hondenpiemeltje. En dat werd dan op een Italiaans marktje afgebroken en dat kwam er dan zo uitgepiemeld. En dan moet je daar heel snel op kauwen. Ik heb hersenen gegeten, kalfshersenen. Dat was werkelijk het meest smerige wat ik ooit in mijn bakkers heb gehad, overigens. En ik heb stierenballen gegeten, dus cojones de bulos. Dat is heel raar Spaans voor stierenballen. Dat hoorde ik pas achteraf. Ik vond rare gehaktballen. Toen zei ik op een gegeven moment, van wat voor vlees is dit? Toen zeiden ze van zaadbal. Ja, dat was niet echt lekker. Maar goed, daar gaat het even niet over. Waar gaat het al wel over? Ik heb rare dingen gegeten. Ik vind dat je rare dingen moet proeven. Ik hou niet van mensen die zeggen wat de boer niet kent, weet hij niet. Doe maar lekker mal. Alleen dit is iets anders. Dit is dat je trekt verschillende dingen uit hun velletje. De bitterbal is een prachtig product. Het is natuurlijk gewoon een kleine kroket. Maar dat is een prachtig product. Granalen, saté, kals. Noem het maar op. Elke vorm van kroket of bitterbal is lekker. Heb ik met pizza ook. Ik vind elke vorm van pizza ook lekker. Pizza is ook een prachtig product. Ik eet die ook graag. Kun je ook wel zien aan mijn harsers, of niet? Maar waarom moet dat nou gecombineerd worden, dokter Utker? Waar is dit voor nodig? Krokel. En ik heb niet eens een frituur. Dus dat is helemaal lekker. En ik had een airfryer, die heb ik weggeflikkerd. Dat begon te stinken. Ja, ik vond niks lekker uit een airfryer, overigens.
Een kroketjasje gevuld met jouw favoriete pizza. Hoe krijg je dat je pen? Dr. Oeter, pizza bitterballen zijn bitterballen voor echte pizza-liefhebbers. Kan gewoon in de oven. Niks aan de hand. Op de oven, ja, dan moet ik ze bakken op de oven. Wat zit erin? Er zit heel veel in. Ga je niet opnoemen. Dat is zoveel kaas, mozzarella, melk, tarweboom, salami. Nee, net zo. Het staat ook gewoon op, oven en airfryer, koekenbakker. Wat? Je vertelt, je mag ze niet eens frituren, staat erop. Dit product, ik ga niet, je kan niet frituren, want dan ontploft het. Nou, ik ga ze in de oven flikkeren. Leggen. En dan spreken jullie zo weer. Oh. Floepie, 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 terug met de pizza bitterbal. Ja. Ze hebben in de oven gelegen, zolang het moest. Wat merk ik? Ze zijn een beetje, gewoon een bitterbal zijn hard. En hier voel je gewoon dat er binnen zachte troepen zit. En dan zal dat de kaas wel wezen. Dus het is een beetje half krokant. Het is niet helemaal krokant. Zoals ze hier zeiden, een krokant jasje. Nou, het jasje is misschien wel krokant, alleen de voeding is een beetje zacht. Enfin, doe er niet toe. We gaan proeven. Ik begin met de margarita's en daarna met de salami's. Waarom? Anders beïnvloedt de salami mijn smaak van de margarita. Dit begint steeds professioneler te worden, of wat? De pizza margarita bitterballen. Dit is de vulling. Ik weet niet wat. Ik had toch een andere vulling verwacht. Even kijken. Oh, ze zijn ook gewoon rood op het doosje. Het is rood. Van binnen is het tomaterig. Ik proef ergens een beetje oregano misschien. Tomaat, oregano. En dan een beetje mozzarella. Het jasje is trouwens meer krokant dan ik had verwacht. Ik was net het jasje aan het afzeiken. Prima krokant jasje, Dr. Oetker. Het spijt me. Ik heb hem op. En in mijn mond zit inderdaad de smaak van pizza margarita. Maar wel zo'n hele goedkope van de supermarkt. Zo'n dat je denkt, waarom heb ik nou eigenlijk een pizza margarita uit het vak getrokken? Zo lekker is pizza margarita nou ook weer niet. Want, kijk. Er zit ook mozzarella in. En dat is leuk. Maar de algemene smaak is heel saai. Ik mis ook een beetje zout en peper. Het is een hele saaie, laffe smaak. De pizza margarita bitterbal. Nou. Echt geen reden aan. Dan gaan we over naar de pizza salami. Of zoals wij zeggen, pizza salami. Wat is er met de pizza salami aan de hand? Ik vind het nog steeds een van de lekkerste pizza's. Je kan van mij pizza's geven met enorme hoeveelheid ingrediënten erop gesodemieterd. Of dure ingrediënten. Ik had laatst ook een pizza ergens. Het was een heel dure pizza met een hele moeilijke dure stukje vlees erop. Wat gewoon droog was geworden. Dat was niet de bik eigenlijk. Of ik, dan mieten ze er alles op. Dan is die hele topping is gaar. De bodem alleen niet. En ook het kaas niet echt. Omdat er zoveel troep op zit. Zeg mij maar pizza salami. Hoe lekker is dat? Pizza salami is toch gewoon de basis? Hè? Met pepperoni. De pizza salami bitterbal daarentegen is niet de basis. Want de basis is niet wat er een pizza in de bitterbal gepleurd zit. Godverdomme. Ah! Oh, kijk. De vulling spoot eruit op mijn lip. Oh. Kokondheid. Hier, zie je die klap mozzarella? Die brandde zich net als een brok lava op mijn lip. Vraag is alleen, is deze lekkerder dan de pizza margarita bitterbal? En het antwoord op is, ja, iets lekkerder. De salami geeft wat meer smaak. De salami geeft een beetje smaak. In salami zit natuurlijk ook een beetje knoflook. Dus die geeft mij een beetje smaak.
Is hij daardoor heel veel lekkerder? Nee. Nee, het is ook niet echt heel erg lekker. Kijk, die vulling. Ik weet niet echt wat die vulling is. Ik kom niet echt helemaal uit wat die vulling is. Dat is niet alleen elkaar geduwd. Het is een beetje ja, tomatenprut met blokjes mozzarella erin. En hier een hele flintertjes salami. Is het een interessant bitterballetje geworden? Nee. Nee, zelfs een pizza salami bitterbal is niet wat ik ervan verwacht. Kijk, begrijp wel dat je geen pizzabodem erbij hebt. Dus dat moet dan zeg maar alleen maar de topping zijn. Alleen het is zo flauw als de pest. Het is niet eens zout. Dan maak je een pizza bitterbal en dan is de smaak zo flauw als de neten. Hiermee kunnen jullie gewoon kappen. Dit is gewoon onzin. Vervelend experiment. Nooit meer doen. Ja? Mooi. Tijd voor de cijfertjes! En de cijfertjes worden niet best. Want het is niet gelukt. Ja. Als het lekker was geweest, had ik dat ook gezegd. Dus niet omdat ik bij voorbaat al denk dat het niks is, dat het niks is. De pizza margarita bitterbal is smakeloos. Waarom doen jullie geen zout en peper erbij? Dat in ieder geval, dat die ragout, of hoe je het wil noemen, wat erin zit, nog enigszins smaak heeft. Dit smaakt een heel klein beetje naar tomaat. En houdt het wel op. Een goedkope kaas. Is niks. Deze krijg ik 4. De pizza margarita, dat is die. De pizza salami is iets lekkerder. Maar ook flauw en licht smakeloos. Die krijgt een 5. Godverju. Ja. Ik hou van bitterballen. Ik hou van pizza. De combinatie daarvan is niet gelukt. Niet nodig. En vervelend. Stop hiermee, dokter Oetker. Gewoon uit je assortiment trekken. En excuses aanbieden. Dan is het goed. Ja? Nou, dag. Ik ben helemaal een beetje chagrijnig geworden. Godverju.